Lieve kinderen, vandaag gaan we weer verder met de leestekst op pagina 20 en pagina 21 in onze verrekijkertaal. Een beetje het vervolgverhaal van een kleine jongen, Jozef, Jefke, die Pater Damiaan geworden is. Intussen hebben jullie misschien ook genoten van de mooie film die donderdag via de site van school te zien was. Ik ga met jullie samen lezen. Toen Jef groter werd, had hij het af en toe moeilijk. Hij vond het niet fijn om steeds te moeten luisteren naar zijn moeder en drie oudere zussen. Soms trok onze vrome jongen zelfs naar de zolder om daar eens goed te kunnen vloeken. Wat hem vooral frustreerde, was dat hij niet verder mocht studeren, wat zijn broer wel mocht. Hij zocht naar een doel in zijn leven. Hij werkte heel hard, maar gelukkig was hij niet. Zus Eugenie stierf in het klooster en zus Pauline ging haar vervangen. Broer August werd ook pater. Jef voelde de roeping om zich ook in dienst te stellen van de Heer. Jozef lichtte zijn ouders in. Zij schrokken wel, maar Jozef de Veuster zette door. Hij trad toe tot dezelfde orde als zijn broer. Hij ging er eigenlijk vooral om Frans te leren. En we zien daar drie woordjes in het groen staan. We gaan die een keer eventjes lezen op een paar paginetjes verder. Frustreren, dat betekent teleurstellen, ontgoochelen. En dan zat er nog een woordje in de roeping. Iets waarvan je voelt dat je het moet doen. En als we hier naar de vraagjes gaan, die eigenlijk over ons stukje tekst gaan, is vraagje 8. De grootste Belg was een doorzetter en stak graag de handen uit de mouwen. Markeer de zinnen die je dit vertellen. Als je een fluo in de buurt hebt, of een potlood, mag je ook daarmee omcirkelen. Met een fluo kan je markeren. Dan ga je een keer op zoek gaan waar en welke stukjes van een zin dat je eigenlijk kan weten dat die grootste Belg, die jongen, Jozef, een doorzetter was en dat hij graag de handen uit de mouwen stak, dat hij dus graag meehielp en werkte. Als je een beetje meer tijd nodig hebt om te zoeken, dan zet je de film eventjes op pauze. Vraagje 9. Welk doel vond hij? Onderstreep, een doel in je leven hebben, dat is eigenlijk zo'n beetje ja, die roeping die hij had. Hè. Welke roeping, welk doel in zijn leven wou hij? Dat kan je een keer zoeken. Het staat in het onderste blokje. En dan kan je het zinnetje onderstrepen. Heb je weer een beetje meer tijd nodig, dan druk je maar gauw op pauze. Het volgende blokje lezen we ook samen. Op zijn 19e verjaardag werd Jozef de Veuster herboren als Pater Damiaan. Hij nam zijn roeping erg serieus en koos nooit voor de makkelijkste weg. Hij verkoos het nachtgebed boven het daggebed en koos voor sobere maaltijden. Iedereen leerde hem kennen als een nederige en vriendelijke geestelijke. Een nederige en een geestelijke, die twee woordjes gaan wij ook terug een keer opzoeken in de woordenlijst. Nederige, dat staat hier. Nederig zijn wil zeggen eenvoudig zijn, heel simpel zijn, niet te veel nodig hebben in het leven. En dan de geestelijke, dat is iemand die voor een godsdienst werkt. Dat kan een pater, een broeder, een zuster, een pastoor zijn. Vraag 10. Nu wordt het duidelijk. Wie werd Jefke toen hij groot was? Markeer. Ik denk dat dat heel duidelijk is, dat we er al een paar dagen over bezig zijn. Zet dat maar in fluo.